De mensen met een beperking mogen, als het goed zit, vandaag hun tegemoetkoming van de staat krijgen. Dit vertelde minister Uraikit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting aan journalisten bij een bezoek aan Sibula. De bewindsman bezocht vandaag een van de locaties waarop de sociale uitkering wordt uitbetaald. Volgens Ramsaran wordt gewerkt aan een makkelijke en efficiënte uitbetaling van alle uitkeringen. Als het gaat over mensen met een beperking uitkering, het is wel gebleken. We hebben nog vrijdag erover gehad, waarbij AOV zo snel als mogelijk ook overgemaakt worden. Dat was een stukje achterstand. Dat wij dat vrijdag nog hebben afgehandeld en voor de mensen met een beperking hun reguliere uitkering, dat vandaag sowieso de noodzakelijke afhandelingen moeten plaatsvinden, zodat ze dan hun gelden kunnen ontvangen. Koopkracht versterken nogmaals voor de 10e van een nieuwe maand. En de reguliere die zullen gecontinueerd blijven. Het kan zijn dat soms, ergens vanwege het weekend, maar zo ook vanwege het project, dat enkele zaken zijn komen te stagneren. Ik heb dit gesprek ook al gehad met mijn team afgelopen vrijdag, dat wij zorgen voor het feit dat dit niet meer gebeurt en dat we ervoor gaan dat de gelden wel tijdig en op tijd worden overgemaakt. De minister erkent dat het geld laat uitgekeerd wordt. Hij wijt dat toe aan een administratief probleem. Ik zou niet alles zetten op het administratieve. Als wij kijken naar hoe de zaken toen liepen, als we praten over het aanvragen van de middelen, ook, is 1. Administratieve afhandeling, 2. Het aanvragen van de middelen, dan kan het soms zijn dat binnen de procedure er soms problemen voorkomen dat eerst hersteld moet worden voordat de aanvraag dan verder afgehandeld kan worden. Ja. Ramsaran stelt dat eraan wordt gewerkt dat het probleem met late uitbetaling van uitkeringen niet meer voorkomt.